Hey, goedemorgen. Ik heb een nieuwtje dat je dag waarschijnlijk hartstikke goed gaat maken. Vettel zal namelijk in 2021 uitkomen voor het fabrieksteam van Aston Martin. Er werd al een tijdje over een dergelijke overstap gespeculeerd, maar de kogel is dan nu officieel door de kerk. Vettel heeft zijn handtekening gezet onder een meerjarig contract. De toekomst van Sebastian Vettel die is al maandenlang voer voor speculatie. Vanaf het moment dat bekend werd gemaakt dat Sebastian Vettel het team van Ferrari zou verlaten, is de geruchtenmolen niet meer gestopt met draaien. In eerste instantie leek Vettel dan ook genoeg opties te hebben eigenlijk voor 2021. Maar langzaam maar zeker werd er steeds meer deuren dichtgegooid en leken de opties voor Vettel aanzienlijk te slinken. Zo heeft Red Bull Racing al vaker aangegeven dat zij een terugkeer niet echt zien zitten, werd het contract van Bottas verlengd en Fernando Alonso werd aangesteld als vervanger voor Daniel Ricciardo. Teambaas Otmar Szafnauer heeft vaker gezegd dat hij blij was met Stroll en Perez, maar goed, dat is dus allemaal niet echt waar, want daar is hij inmiddels weer op teruggekomen. Volgend jaar zal Sebastian Vettel namelijk plaatsnemen in het stoeltje naast Lance Stroll en zodoende Sergio Perez gaan vervangen, die gisteren namelijk zijn vertrek heeft aangekondigd bij het team. Het is een keuze die voor beide partijen ontzettend logisch is. Het team heeft het afgelopen jaar ontzettende grote stappen gezet en kan zelfs regelmatig vooraan het veld meevechten. Aangezien de bolides in 2021 vrijwel hetzelfde blijven, betekent dat er volgend jaar waarschijnlijk genoeg kansen zullen liggen voor Vettel. Daarnaast zal het team volgend jaar omgedoopt worden tot het fabrieksteam van Aston Martin Racing, wat voor de Heppenheimer een mooie ontwikkeling is. Tegelijkertijd brengt Aston Martin met Vettel veel kennis en ervaring natuurlijk naar het team, wat zij ontzettend goed kunnen gebruiken in hun weg naar de top. En dat is hem dan. Sebastian Vettel die gaat nu officieel naar Racing Point. Wat vind je hiervan? Laat het weten in de comments. En ik zie jullie later weer bij een gloednieuwe video hier op GP Fans. Hoi!